Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft gisteren de Vocational College Suriname VCS, MBODS, geopend. Het is een middag- en avondopleiding van middelbaar beroepsonderwijsniveau en is gevestigd aan de Kafiludistraat tegenover het hoofdkantoor van het ministerie. De Vocational College Suriname MBODS is een nieuwe middelbare opleiding van het directoraat beroepsonderwijs. Deze opleiding dient als vervolgstudie voor leerlingen van het lagere beroepsonderwijs. VCS is modulair opgezet. Met deze opleidingen zal VCS proactieve en zelfstandige werknemers leveren die meteen aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Onderwijsminister Marie Levens motiveerde de studenten en adviseerde ze om geloof te hebben in deze school en in zichzelf. Volgens haar zullen de studenten moeten zorgen voor een goede toekomst voor Suriname. Zowel de studenten als docenten zullen ervoor moeten waken dat de standaarden van het curriculum worden gehaald. Wij moeten ons best doen en zorgen dat we het niveau halen dat we met z'n allen zo graag hebben. Want die toekomst van ons gaat op jullie rusten. Jullie weten dat er olie komt en jullie weten dat er een heleboel buitenlandse bedrijven zullen komen. Maar we doen het niet alleen voor hun, hè? We doen het voor onszelf. En wat gaan ze nodig hebben? Iedereen die een beroep heeft gekozen. Jullie zijn de belangrijkste mensen van Suriname. Als je geen beroep hebt, gaat alles in elkaar zakken. Dus die hele industrie rekent op wat jullie doen. Het team dat aan deze opleiding heeft gewerkt is sinds 2018 bezig geweest. Gracia Fallis Ormskerk, directeur van beroepsonderwijs, zegt dat de coördinator van dit team, Sherida Bottenblijschet, een goed product heeft geleverd. Fallis Ormskerk zegt dat VCS ervoor zal zorgen dat het beroepsonderwijs een bijzondere ontwikkeling zal doormaken. De studenten zijn de pioniers en zij zullen het bewijs moeten leveren. Jullie gaan het bewijs moeten leveren. Jullie zijn straks ondernemers op een bepaald niveau. En dan ga je dus je kunnen tonen. Aan deze studenten wil ik zeggen, hou vast aan wat je doet. Ga voor waarvoor jij hier bent. Laat het niet liggen. Geef de moed niet op, zeg ik altijd, want een middagschool is iets anders dan een dagschool. Maar jij weet waarvoor je hier bent, je houdt je doel vast en je gaat ervoor. Over 4 jaar zijn we hier voor de eerste uitstromers. Ja toch? En neem anderen met je mee. Vertel ze over het MBODS, het middelbaar niveau, dat het er is en dat het van waarde en van kracht is. En dat jullie er wat van gaan maken. De studenten van deze opleiding zullen ook stage lopen. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met specifieke bedrijven. Na het succesvol doorlopen van een opleiding met de Vocational College Suriname, zijn studenten verzekerd van een aansluiting op HBO-niveau in hun vakrichting. En dat was dus de opening van de Vocational College Suriname, VCS.